Als basis gebruik ik hier een potje van Oasis. Het grote voordeel is, zeker als je veel tafelstukjes moet maken, het gaat rap, je hebt geen voorbereiding, het is trendy, het veld is een trendy product. En ook normaal elk seizoen komen er nieuwe kleurtjes uit. En ook een voordeel als je het op voorhand moet maken, dat er redelijk veel water in het potje kan staan. Dus dat je een beetje water kan bijgieten eventueel. En ook dat vrij rap werkt, een keer je kunt direct beginnen. Donc ce support est un support très pratique. Vous pouvez l'avoir, l'obtenir avec ou sans feutre. Le fait qu'il y ait déjà le feutre alentour, ben, vous gagnez, c'est un gain de temps. Les coloris sont adaptés au fur et à mesure des saisons. Donc nous n'avons pas toujours les mêmes coloris pour ces feutres. Idéal pour les centres de table, on peut les coller sur d'autres supports, etc. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut déjà travailler les compositions, les préparer longtemps d'avance, parce qu'il y a un beau réservoir d'eau dans ce support-ci. Le voordeel est aussi, als het water in contact komt met het veld, veld zuigt geen water op. En dat is wel een voordeel. Soms doe je de potjes met mos, maar dan krijg je soms slechte reactie als je dat op het witte tafellaken zet. Dit is ook een beetje een voordeel van het veld dat geen water optrekt. L'avantage du feutre, c'est que c'est très tendance. Et alors un autre gros avantage, c'est que le feutre n'absorbe pas l'eau. Donc même si le feutre est en contact avec l'eau, il ne va pas l'absorber. Et donc votre client n'aura pas de rouspétance, ou vous n'en aurez pas de la part de votre client. Parce qu'avec de la mousse, par exemple, ça laisse des traces ou des auréoles sur le tissu. Tandis que le feutre, pas du tout, même s'il est mouillé. Ça peut être intéressant pour vous aussi de voir les différentes façons de travailler. Hein. Het is ook wel leuk om de verschillende manieren van werken even te bekijken. En ook een nieuw product van Oasis. En persoonlijk vind ik het zeer leuk. En we hebben toevallig getest vorige week op Daaljassen. Is de Quick Dip, dat is het productje. Dat dient. En het grote voordeel, want we hebben het een paar keer getest, vooral op hortensias. Hortensias is een vrij dure bloem. Je weet dat ook met transport, 2 uurtjes in de auto, die vallen soms slap. Hetzelfde met die daaljassen, die een typisch zomerbloemen zijn. En dan snij je de bloem aan, even dippen in het water en dan in het product. En dan zet je ze in de vazen met snijbloemenvoedsel. En je merkt toch, als je ongeveer, we hebben het getest met 10 hortensias, dan er toch 8 weerkwamen. Dus het is een beetje een soort Viagra voor de bloemetjes. Voor de mensen die denken een goedkope oplossing te vinden, het werkt enkel voor bloemen normaal gezien. Ik zou die persoonlijk dan niet meer verkopen, maar dan, die hebben dat wel nog kunnen gebruiken voor grafwerk of voor een tafelstuk, omdat je weet van, dat is voor 1 dag. En als je weet dat 1 hortensia toch grap, ja, rond de 3 euro, 3,50 euro komt, dus elk hortensia dat je veilig op die manier kunt redden, en ook met andere bloemen, is een kleine verlies van bloemen. Maar effectivement, si vous avez par exemple des hortensias qui se laissent aller un petit peu dans vos vases au magasin, en les récupérant avec le Quick Dip, il ne faudrait évidemment pas les vendre directement à la clientèle en bouquet, mais vous pouvez les récupérer par exemple pour les mortuaires, parce que là, elles auront encore la durée de vie nécessaire à fleurir l'événement. Voilà, donc ici, on a un travail dans un camailleux de rouge, donc par le feutre, le rouge vif, les Celosia cristata encore un petit peu plus foncé et les dahlias foncés aussi. Gisteren heb ik ook vrij veel met grassen gewerkt. En iets dat ook niet veel gebeurt, is de grassen op snijbloemvoedsel zetten. En voor mij persoonlijk, grassen is zeer mooi voor mee te werken, maar het zijn toch een van de producten die het snelste rotten ook. En gras dat rot, heeft een vrij slechte geur. En dan vaak zei je beter dat je bij het gras ook snijbloemenvoedsel doet en het blijft toch beter. En zeker qua rotting. Omdat er altijd een ontsmetting ook in het water zit. Het is ook leuk voor zoiets te doen, voor een trouwboeket of zo te verlengen. Zeker als je dan met de tape je bloemetjes kunnen er bloemetjes tussen binden. Zeker omdat hetzelfde kleur is dan de Oasis tape.
En als je dat ziet, dat duurt ja, met moeite 30 seconden om zoiets te maken. Dus het gaat vrij vlotjes. Donc c'est assez rapide à réaliser, hein. Ça fait aussi un petit peu penser à la clématite, en fait. Donc si vous n'avez pas les clématites sur les mains, ben voilà, on peut réaliser soi-même. Voilà. Et op die manier maak je met zo'n potje toch vrij snel een tafelstukje of zelf een klein arrangementje voor in de winkel. Donc avec ce petit pot, on a très vite réalisé un centre de table.